de donderdagavond 16 mei. Hij staat er weer op deze plakzuil in Amstelveen. Daarboven staat niet voor commerciële uitingen. Mijn poster van de Stichting European Language Rights die staat er weer op. Het is een hele eurokritische campagne die aangeeft dat er structurele en fundamentele fouten zijn met de Europese integratie. Dat de Europese Unie niet in staat is om die afspraken die een voorwaarde waren voor de uitbreiding na te leveren. Dus gewoon een hele dikke onvoldoende voor de Europese Unie. Dat kritische geluid wil ik uiten. Het is een grondrecht dat ik heb om burgers te informeren. En daar gebruik ik deze zuilen voor. En daar heb ik de mogelijkheid voor. Dat is op zich heel erg goed. En het is heel erg jammer dat deze reclameuitingen, dat deze niet-commerciële uitingen, dus deze grondwettelijke rechten, teniet worden gedaan doordat een commercieel bureau, soms gewoon een multinational, die een miljoenenbudget heeft, reclameposters laat plakken en die door een plakjongen, dat is gewoon iemand die voor geld meestal een paar stuivers per of een paar dubbeltjes per poster, een poster plakt en waardoor onze mening wordt gecensureerd, waarbij ons kritische geluid niet aankomt. Het is echt een schande dat het gebeurt en het is volgens mij ook gewoon een strafbaar feit. En het is heel jammer dat je in Nederland vrijheid hebt, maar dat die vrijheid wordt gecensureerd door mensen die niet snappen wat vrijheid is. Want als je een multinational bent en je bent een bedrijf met een budget van tienduizenden euro's en je maakt een reclamecampagne waarbij je over de plakzaal commerciële boodschappen laat doen, dan heb je niet door wat vrijheid is en dan tas je onze vrijheid aan. Nou, ik ben ook wel benieuwd hoe lang deze hier blijft staan.